druk van de Verenigde Staten, de VN en haar onderhandelingen in Den Haag, de zogeheten ronde tafelconferentie, kreeg Indonesië op 27 december 1949 zijn onafhankelijkheid. Het hele gebied van de archipel, met uitzondering van het eiland Nieuw-Guinea, vormde de Verenigde Staten van Indonesië, de zogeheten Republiek Indonesia Serikat, een staatsvorm die heel kort heeft bestaan. Indonesië wilde nu zelf de touwtjes in handen houden. Veel niet-Indonesische werknemers, veel Nederlanders of zij die aan hen zijn geparenteerd, werden dan ook ontslagen en vervangen door Indonesische werknemers. Er restte voor de ontslagenen niets anders dan het eiland te verlaten. Het eerste land waar wij aan dacht heen te gaan was Nederland. Maar Nederland had geen behoefte aan deze toestroom van vluchtelingen uit hun voormalige kolonie. Er bestonden en bestaan vele vooroordelen ten aanzien van deze groep, wat zelfs resulteerde in een officiële aanwijzing uit Den Haag om verzoeken om Nederlands paspoort ten einde naar Nederland te kunnen reizen af te wijzen en de aanvrager te ontmoedigen naar een koud en onbekend land te verhuizen. Men moest maar naar warmere gebieden gaan, zoals Nieuw-Guinea, en zelfs naar een stuk land dat voor hen door de Nederlandse staat in Brazilië is aangekocht. Toch lukte het ruim 300.000 personen om met geleend geld de overtocht te maken. Voor het verblijf in contractpensions en aanschaf van verdere benodigdheden kreeg men van de Nederlandse staat een lening die men terug moest betalen. Ik kom hier wel eens vaker, zeker ieder jaar een keer. Meestal als de mensen zijn vertrokken, want dan kom ik voor mijn vader en ik leg de bloemen neer en dan luiden in mijn hart voor hem de klokken. En dan voel ik weer waarom ik ben gegaan. En dan weet ik waarom ik hier ieder jaar wil staan. Want dit monument, is een teken uit het verre oosten. Dit monument, om te herdenken en om ons te troosten. Voor iedereen die daar iemand heeft gekend, is dit moment, dit monument. Midden in de stad ligt een menselijk figuur, levensgroot, tussen bomen, tussen huizen, geknield in een park dat verandert op dit uur, in een ereveld met miljoenen witte kruisen. En ieder kruis staat voor een mensennaam. En dan weet ik waarom wij hier met zoveel willen staan. Op dit moment, dit monument, als een teken. Spelen hier kinderen met hun vriendjes op het gras, onwetend van al die donkere dagen. Maar als zij door dit beeld willen weten hoe het was, dan hoop ik dat ze dat eens zullen vragen. Want een nieuw
soms kan verstaan. Op dit monument is een teken uit het verre oosten. Dit monument om te herdenken en om ons te troosten voor iedereen die daar iemand heeft gekend, is dit moment, dit monument, dit moment, dit monument is een teken uit het verre oosten. Dit moment, dit monument. Oh.